Yo mensen van TGNL en welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Pokémon Leafgreen Randomized. En zoals je ziet kom ik hier een Kangaskhan of zo tegen, maar boeien. Ik ga gewoon tegen hem battelen, want hij is level 7 en dat kan Vaporeon denk ik wel aan. Hij doet niet heel veel damage eigenlijk, maar zijn bite doet ook bijna niks. Toch nog 175, dat is aardig veel voor een Pokémon op level 7. Nu kom ik weer dezelfde Pokémon tegen, ook uit hetzelfde level. Ik weet niet of die vorige keer ook een vrouw was, maar boeien, daar let ik niet op. Ik probeer in ieder geval deze te ownen, hè. En dan hopelijk gaat hij dan zo level up. En dan heb ik het over Vaporeon. Hier kom ik een Feebas tegen. Wauw. Deze Pokémon vind ik echt heel dom. Ik vind hem misschien nog wel slechter dan Magikarp. En dat is zowat onmogelijk. Om slechter te zijn dan Magikarp. Dat is heel knap. Maar boeien. Een Kangaskhan weer. Die hele grote Pokémon die eigenlijk helemaal niet zo heel goed is. Aangezien hij in level 7 zit. Die ik waarschijnlijk ook niet kan vangen. Ik denk namelijk dat het een evaluatie is. Maar anders zou ik hem ook denk ik niet kunnen vangen. Moet eens kijken hoe groot en kast die is. Dat kan ik gewoon niet. Dat kan ik niet vangen. Een Steelix! Het is een staal-Pokémon. Maar ik weet niet. Ik denk niet dat. Ik ga gewoon proberen te vangen. Want ik heb nog geen staal-Pokémon. Maar Tackle, dat heeft geen zin. Dus ik gooi denk ik maar gewoon slijm erin. En hopelijk werkt Sludge. Het heeft geen effect. Oké, dat kon ik best verwachten. Ik hoop dan dat deze iets wat nuttigs kan doen. Slime can't be switched out. Hoezo niet? Waarom niet? Pound. Ja, dat heeft ook weinig zin. Waarom kan ik niet weg? Oh, ik denk door de bind. Maar dan ga ik runnen. Can't escape. Nee! Dit vind ik niet leuk. Ik zie serieus gewoon een Pokémon van 14 levels hoger zo doodgaan. Dat vind ik best oké. Okay. Maar boeien. Ik hoop dat ik hem kan vangen. Dat zou ik best vatsig vinden eigenlijk. Ja, dat vind ik als ik hem heb. Nee, hij breekt uit. Dan kan ik hem waarschijnlijk ook niet vangen. Bind? Nee. Oh. Oké, mooi. Oké. Nee! Bind en ik ben dood. Nee. Oké, use next Pokémon. Nu zit ik te denken aan computer. Zodat hij nog wel even. Ja, hier, kijk. Bam. Krijgt hij toch nog even wat experience. Maar het is best irritant dat Grimer nu dood is. Want dan heb ik niet echt meer een laatste redding voor als het echt niet meer gaat. Dus daarom heal ik hem weer even. Om natuurlijk. Ja, Grimer weer. Zodat Grimer weer als laatste redding, zeg maar, dan weer kan instappen, zeg maar. Om te zorgen dat ik geen muntjes verlies en weer helemaal opnieuw moet en zo. Die shit, jullie begrijpen het wel, denk ik. Maar hij gebruikt een Kabutops. Oké, nooit van gehoord. Maar hij doet Absorb. Is super effectief, maar doet echt bijna geen. Doet echt bijna niks volgens mij. Is het super effective? Kon ook. It's not very effective zijn. Het is super effective. Maar het doet bijna niks. Hoe kan dat? Tackle heeft ook weinig zin. Ik ga dan maar gewoon weer Grimer erin wisselen. Zodat die het weer kan afmaken. Want zo doe ik het eigenlijk vooral. En dan gebruik ik Poison Gas. Zodat die gepoisoned is. En dan gebruik ik Sludge om het af te maken. En it's not very effective. Pound. Nou, dat doet al iets meer. Dus, en dan is hij gepoisoned en is hij dood. Computer krijgt experience. Grimer krijgt experience. En Vaporeon gaat er weer in komen. En hij gooit de Swablu erin. Dan ga ik weer Grimer erin doen. Hoppakee, hij doet Astonish. Ik doe Sludge. Jij weet het wel, hij is dood. En computer gaat naar level 16. Hij leert Swalgun. Dat is zeker nice. Tailwhip gaat weg. En dan leert computer natuurlijk Watergun. Dat vind ik wel mooi. Watergun vind ik een hele goede aanval namelijk. Je kan er. Ja. Waarom? Moet dit nou echt? Moet dit nou echt?
En het ergste vind ik nog, het is een elektriciteits-Pokémon. Dus hij is ook nog veel sterker tegen, ja, tegen Vaporeon. En dan is het ook nog eens een legendarische, hè? Ja. Ja, Grimer. Als Grimer deze verslaat, vind ik Grimer echt een held. Waarschijnlijk lukt het. Grimer is gewoon een held. Ja, paralyzed. Ik haat dit. Oeh, bijna one hit. Zeker niet verkeerd hoor, Grimer. Dat doe je goed. Hij doet steeds leer, maar nu komt Slutsen en is hij dood. En dan krijgen we allebei wat experience. En nu moet ik eigenlijk wegwezen hier. Want dit is denk ik het moment dat ik beter weg kan gaan. Want als je geparalyzed bent, kan je vrijwel niks. En ja, ik zat gewoon zwaar in de problemen, weet je. Hij had de Raikou, Vaporeon die is water. Dus computer zal sowieso verliezen dan. Want elektriciteit en water gaan niet goed. Op de een of andere manier, ik weet niet of het logisch is eigenlijk. Water, elektriciteit is sterk tegen water. Dat is best raar. Nou? Nee, dat klopt op zich wel. Want als je water bij doet, wordt het nog sterker. Dus. Nou, een Armaldo. Wat is dit? Wat is dit? Het lijkt wel een soort van dinosaurusvlinder of zo. Ja, waterpistool. Oh, it's super effective. Vind ik nice. Dood. Hoppakee. Aardig weer wat. Aardig experience. Bol voor. Natuurlijk voor onze enige echte computer. En watergun? Nee, het heeft ook niet heel veel zin. Hij doet iceball. Heeft ook niet heel veel zin, maar... Ik hoop dat we zo kunnen, dat ik uiteindelijk deze battle nog kan winnen. Maar volgens mij heeft hij een critical hit. Ja, dat vind ik best wel, ja, dat snap ik soms niet. Maar in ieder geval, ik doe Sludge en hij is dood. En dan heeft Grimer weer experience. En ik denk dat hij rond dit niveau ongeveer wel zal gaan evolueren. Dus dat hoop ik ook. En als dat zo zou zijn, zou het best awesome zijn. Hij heeft de Flareon, natuurlijk de vuur-evaluatie van Eevee. Ik heb de water-evaluatie. In dit soort gevechten zou eigenlijk sowieso Vaporeon wel handig zijn. Alleen die is nu dood, dus... Ja, als hij dood is, kan ik er vrij weinig aan doen. En nu zou een vuur-Pokémon handig zijn. Maar ik heb op het moment eigenlijk geen vuur-Pokémon, dus ja... Dan kan ik vrij weinig als ik geen vuur-Pokémon heb. Je hebt eigenlijk altijd wel een vuurgras- en water-Pokémon nodig. Dat zijn eigenlijk gewoon de Pokémon die je nodig hebt. De drie soorten. Ik heb daarvan alleen maar water. Ik heb verder nog Ghost en Poison. Maar dat zijn ook twee best onbekende en minst belangrijke misschien. Ja, dat is het denk ik wel. Want ja, voor wat heb je nou eigenlijk precies een... En dan moet je logisch nadenken. Je kan wel zeggen, ja, voor psychisch heb je Ghost nodig. Dat weet ik wel, maar voor wat nog meer niet echt iets. Dus, ja, hij doet steeds bubbel en ik mis alles. En ik doe Psywap en hij is dood. Doei, Corsola. Hiker Nop is defeated. Jee. Ik ga gewoon nu weer naar onderen toe. En ik ga dan mijn Pokémon healen. En misschien ga ik de volgende aflevering met de gym doen. Misschien, je weet het maar nooit. Misschien ga ik Misty wel verslaan de volgende aflevering, hè. Misschien, hier staat zijn fiets. Kan ik hier mijn fiets halen? Een bicycle, ja. Oh, die kost 1 miljoen. Ja, dan hoef ik hem niet hoor. Maar ja, misschien ga ik dus wel deze gym volgende aflevering halen. Ik zal even naar binnen lopen om het te laten zien aan jullie. Hier, kijk eens. Hier, dat trainertje. En daar, op dat platformpje, zie je in de verte misschien al staat Misty. En ja, die ga ik dus misschien de volgende aflevering verslaan. Maar dat zien we in de volgende aflevering. Dus ik wil je bedanken voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van Pokémon Evergreen Randomized. Hopelijk vond je hem leuk. Zo ja, laat dan even een blauw duimpje omhoog achter. Abonneer meteen even op 2Gamers.nl. Reageer op deze video. Deel met je vrienden. Volg ons op social media, Instagram, @2Gamers.nl, zonder hoofdletters, zonder spatie aan elkaar. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later mensen.